Heb jij net ook niet gereden? Nee. Oké, misschien wordt die op de leeftijd. Het is jaren geleden dat een vriend van me had een oude BMW en daarmee ben ik hier op het circuit gekomen. Ah, wat voor BMW? Een oude 5-serie. Met de 535, ja. Maar dat is hier toen samen daar. Dat was in dat hier terug. Als de beelden wat bewogen zijn, is het je eigen schuld hoor. Dat snap ik. Het enige wat je mist is natuurlijk het geluid van de motor. Ja. Ik heb er niet zo last van. Je hebt echt van geen flauw idee wat er gebeurt. Nee, het is echt heel bizar. Ik zie nu voor het eerst dat ik 100 rijd. Maar dat... je weet het helemaal niet. Wat een ding. Ja, omdat je dus vierwielaandrijving hebt. Ja. En bijzonder bij deze auto ook per wiel direct aangedreven. Ja. Heb je dus fantastische tractiecontrole. Ja. Het kan echt nog sneller ingrijpen dan dat het met een versnellingbak en dergelijke dan tussen komt. Ja, ja waanzinnig. Wat een ding. Zo stil, zo snel. Het is zo simpel, het is een motor met een differentieel, dat is het. Ja. Dankjewel. Kijk voor mij. Nou, we zijn al dikke anderhalf uur aan het rijden, dat is nog steeds zo goed. Ja, qua accu, ja, je ziet als op Facebook mensen zeggen van ja, dan 2 keer trap is je leeg, maar... Wat een onzin. Nou ja, hij wordt alleen maar beter in de loop van de jaren. Ik heb genoeg gereden om te weten dat dat niet waar is. Nee. Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Heel erg bedankt. Zeker. Dat was echt fantastisch. Kijk nog even om voor een final shot.